papa is hier dus. Ik zie natuurlijk. Maar die moet in de koffer. Ik heb enigszins. Doei papa. Tot zo. Ah, maar ik zie het licht. Blijf maar zitten, schatje. We zijn lekker. Goed kijken, hè? Hoi. Hoi. Oh, maka. In de koffer blijven. Oh, gedaan. Is hij weg? Hoe gaat jouw baan? Wij zijn de familievloggers en jawel, het is dinsdagochtend. Nu al is ze weer druk aan het spelen met zijn knikkerbaan. De meisjes zijn nog de haren en de make-up aan het doen. En dan het ontbijt en zo meteen naar school, hè? En naar school gaan we weer iets heel leuks doen, maar wat? Ja. Dat zie je straks. Ja. Kijk weer gezellig mee. Zo, nou, een hele goede morgen. Lucilla die was nog even lekker aan het uitslapen, dus die zit nu hier aan tafel. Goedemorgen, schatje. We hebben de jas alvast even aangedaan, zodat ze zo meteen lekker meteen de auto in kan. Papa die ze even rondjes uitlaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Had je de vlog al geopend met papa nu? Ja? Had je al hallo gezegd tegen deze lieve kijkers? Ja? En vandaag, waar gaan we vandaag naartoe naar school? Oh ja, naar de Efteling. Naar de Efteling, want waarom gaan we daar naartoe? Voor het filmrolletje. Voor de filmrol. Ze heeft nog 2 draaidagen. Die beginnen morgen. En aangezien ze morgen vroeg weer op de set moet zijn, gaan we naar school. Gaan we al meteen naar de Efteling toe. Dus dan slapen we vanavond alweer in het Klaas Vaakhuisje. In hetzelfde huisje waar we in hetzelfde huisje waar we alweer zaten de vorige keer. Ja. Echt? Goedemorgen, Luxie. In hetzelfde huisje. Ja, in hetzelfde huisje. Oh. Leuk? Gaan de baby's mee? Ja. Ja. En de baby's moeten mee. Kijk, dit zijn nu zinnen als poppen. Speelt ze op het moment heel veel mee. Oh, de echte baby's, die gaan straks ook mee. Dus mama gaat straks zometeen de koffers inpakken. Het huis helemaal mooi schoonmaken en poetsen. En jullie hebben een knikkerbaan laten zien. En Luan heeft weer een nieuwe knikkerbaan gemaakt. En nog zien. Oh, die gaan we nog eens even bekijken dan. Luan die stond vanochtend wat vroeger op, omdat hij heel erg graag de knikkerbaan wilde maken. Oh, ben je eruit? Tuurlijk, ik zie er ook uit. Kom hier. Oh, ja, neem een krekkertje mee. Heb je hier 1, 2. Dan gaan we eens even kijken bij Luan, bij de knikkerbaan. Nou jongen, wat heb je vanochtend weer allemaal zitten bouwen? Nou, eerst was dit baantje al af, maar toen mocht ik het morgen vroeg even afmaken. Ja. Toen dacht ik, ik maak dit knikkerbaantje erbij. Ja. En toen ging ik ermee spelen. Laat ik eens zien. Oké, begin je nou? Even opnieuw doen, ik zag hem niet. Oké, eerst die. Oké. Zo, ja. Dat is die, maar deze is veel langer. Oké. Mam, deze is veel langer. Ja? Wow. Wauw, jongen. Die gaat daar zo. Ik vind hem spectaculair. Ja? Heel erg leuk gedaan, jongen. Nou, veel plezier zometeen nog even op school. Oh ja, thank you. En dan gaan we straks lekker de auto in op naar de Efteling. Goed? Ja. Daar hebben we wel weer zin in, hè? Ja. Die dozen, zo, man. Ja, die dozen, dat is voor... Jongen, voor Luxie. Voor Luxie. Oeh, voor Luxie. Mama, allemaal nog inpakken. Ja, voor Luxie. Mag ze niet horen. Doei, Luxie. Nou, heel veel plezier. Ja. De taxi, die staat alweer klaar. Kijk, daar staat de taxi. Tot zo, liefies. Veel plezier op school. Doeg. Oh, zie je al die meeuwen, jongens. Moet je eens kijken. Ja. Allemaal meeuwen. Doeg, papa. Tot zo. Doeg. Tot mijn dag, Leon en Silla. Doei! Het is heel schattig, ik weet niet of ze het nu nog doet, maar dan zijn Luan en Lucilla zijn aan de deur uit. En dan doe ik de deur dicht en dan geeft ze zo'n diepe zucht. Dan doet ze zo. Doe dat nog eens? Super schattig. Alsof ze wil zeggen van, nou, ze zijn weg, wat jammer. Ik wou lekker met ze spelen. Echt heel erg aandoenlijk wel weer. Ook typisch Luxie, dat is een dingetje wat ze nu best wel vaak doet. Dat ze dat zuchtje doet. En dat zuchtje, dat is echt weer kopieergedrag. Dat doe ik ook als er iets niet lukt of wat dan ook. Maar Luan, die doet dat ook. Of bijvoorbeeld het knikkerbaantje van Luan, als die kapot is, dan doet Luan... Of als bij Lucilla iets niet lukt, dan Lucilla ook... Gewoon, dat is onbewust. Ik bedoel, dat heb ik niet eens in de gaten. Maar nu Luxie dus dat zuchtje doet, heb ik dus in de gaten dat ik dus ook wel eens dat zuchtje doet. En dat zelfs Luan en Lucilla dus wel eens... Dat doet. En nu doet zij dat dus ook. Als zij dus iets heeft wat ze niet zo leuk vindt. Luan en Lucilla gaan de deur uit. Vindt ze jammer, want ze was leuk aan het spelen. Dan doet ze... Super schattig. Ik weet niet of ouders dit herkennen, maar... Of kinderen dit herkennen van hun broers en zusjes. Ah, oh, Luxie. En Luxie, wou je met Luan en Lucilla spelen? Wou je met Luan en Lucilla spelen? Zal mama de auto weer even openmaken?
Ja, ze vindt deze auto ook heel erg leuk. Nog steeds heel erg leuk om mee te spelen. Eigenlijk is die van Lucilla, maar dat vindt zij ook leuk. Kijk, dan maken we even open. Zo, dan gaan we weer even alles opbouwen, hè? Ja, dat is de glijbaan. Met de was. En dat is altijd wel grappig. Als Daniel dus de was doet, dan zet hij de Bellinga Jaarmovie aan. Kijk. Hier staat de Bellinga Jaarmovie aan. En ondertussen zie je hier de was aan het doen. Is een zwembroek de was aan het doen? Is een zwembroek de was aan het doen. Nou, papa is hier dus de was aan het doen. En daar heeft hij dus de Jaarmovie aan staan. Dus ja. Hij geniet er gelukkig wel van. Al mijn werk is in goede handen terecht te komen. Als je papa ervan geniet tijdens de was doen. En ik ga even de koffers pakken. Die vele weergave komt door hemzelf, zegt hij. Ja, de koffer. Ja, deze. Zit hier nog één in? Ja, hier zit er één in hoor. Dat is goed. Zo, nou deze die gaat mee. Ik heb twee setjes. Ja, het is maar 2 dagen, maar jongens, wij zijn met z'n vijven. Ik heb twee zwembroeken, 2 broeken en 2 busjes. Het ligt niet aan papa dat we zo'n grote koffer hebben. Tenminste, dat zegt hij zelf. Maar 9 van 10 keer druk je er allemaal nog kleren bij in, hè, Sjaak? Normaal, Sjaak. En Luxie die is hier heel schattig in haar eigen bedje aan het spelen. Wat ben je aan het doen, Liffie? Oh, ben je met je boekenplank aan het spelen? Ja, dan heeft ze die daar aangezet. Hier zitten jouw boekjes, hè, Liffie? Dat zijn jouw boekjes. Ja, en dat is jouw speeldingetje. Ja. Huh. Ga je nog even hier spelen? Gaat mama even de koffer inpakken, goed? En wie zit daar weer in de koffer? Luxie natuurlijk. Nou, ik ben hier om me heen even de kleertjes in het selecteren voor Lucilla. En daar is voor Luxie. En ik wou het in de koffer doen. Maar ja, wat doet Luxie dan? Dan gaat ze spelen in de koffer, hè? Want dat vindt ze zo leuk. Ritje open, ritje dicht. En inmiddels is de hele koffer ingepakt. En dan gaan we die dicht doen, Luxie. Wil je die hebben, schatje? Maar die moet in de koffer. Die gaan we meenemen. Kijk, gaan we de koffer dicht doen. 1, 2. Koffer dicht. Je hebt hem er even op gaan zitten, anders gaat hij niet dicht. Ik hoop dat het algemeen enigszins herkenbaar is. Ik hoop niet dit krijgt. Ik ga hem erop zitten. Zo. Op één. Op meteen. Klik, klik, klik. En is hij dicht. Ja, zo. De koffer is ingepakt. Inmiddels zijn we weer een hele tijd verder. Is Daniel hier met de auto helemaal ingepakt. En staan we voor de supermarkt. We gaan eerst even wat boodschapjes doen. Dan gaan we Leon en Lucilla ophalen van school. En dan gaan we naar de Efteling. Goed? Kom, gaan we eerst even wat boodschapjes doen. Doei papa. Tot zo. Ja, eerst even een muntje vragen. Kom maar. Zo. We hebben een muntje. Alleen de Lidl winkelwagentjes zijn op. Ja, pakken we deze even. Goed? Het is niet anders. Zo. Zo. Maar we gaan eerst eventjes naar de Kruidvat. Kijk, dan nemen we de badendas mee. Want die werkt heel goed voor jullie buitenfratjes. Ja, nemen we die mee. Ja, kun je lekker in de badendas. Ja. 1, 2. Oké, Lux. Dat waren de boodschapjes van de Kruidvat. Nu gaan we naar de supermarkt, goed? Oh, eens even kijken, Lux. Dan gaan we eerst even op zoek naar de kruifjes. En de aardbeikjes hier liggen. Die moet je pakken. Besjes. Wil je die pasta? Oh, blijf maar zitten, schatje. Luxie wil ze altijd uit. Ga maar zitten, liefie. Nee, wil je eruit? Oké.
Nou, ik wil eruit. Oh, wat zeg. Ga je mama helpen? En hier hebben we de druifjes. Wil je de druifjes vasthouden? Wil je de druifjes vasthouden? Ja, dat is het. Oh my. Ja. En deze vitamintjes, die gaan er ook altijd goed in. Luxie. Ja, het zijn de broodjes. We hebben net al een broodje gegeten. Hè? En een broodje. Oh, sorry. Die. Zo, wil je nog een bolletje? Of een krentenbolletje? Oh, Luxie kan heel mooi zingen. Heel hard in de supermarkt. Maakt er niks uit. Vanavond eten we lekkere hutspots. Met wat aardappeltjes. Heel luxe. We hebben alle boodschappen binnen. Oh, ja, ze is nog steeds aan het zingen. Dan gaan we even alles afrekenen met de kassa. En dan gaan we naar papa en de auto, hè? Toppie. Zo, karretje weer leeg, karretje terugzetten. En Luana en Lucilla van school halen. En wij zitten alweer een heel tijdje in de auto. We hebben net de kinderen van school opgehaald. Hallo kinderen. Hoi. Ze zijn lekker een filmpje aan het kijken en even lekker wat aan het eten. En het is echt regenachtig weer buiten. En er staat, al heel tijd file. Hè, papa? Ja, we zijn op de helft. Op de helft. Het is 2 uur rijden, we hebben 1 uur gehad, nu nog 1 uur te gaan. En we hebben file. Nou, de kinderen zijn hier even een lekker tekenfilmpje te kijken. En Luxie is ook even een tekenfilmpje te kijken. Met een lekker krekkertje erbij. Ja, en Woezel en Pip die liggen hier naast mij. Hé, Woezel. Hé, Pipje. Zijn jullie lekker lui in het licht hier? Die zijn ook weer mee. We gaan nu niet zo heel erg lang weg als de vorige keer. Het zijn nu 2 dagen die, waarin Lucilla, Lucilla opnames heeft. Dus dat valt mee. Het is niet zo heel veel als de vorige keer. Het zijn de laatste dagen. Maar we zijn heel erg benieuwd. We gaan weer naar hetzelfde huisje als dat we vorige week zaten. Luxie, wat is het meisje? Wat is het? En het is gewoon weer hetzelfde huisje als vorige keer. En morgen zijn de filmopnames niet meer in het pretpark zelf. Maar in de Bosrijk huisjes eromheen. Want het gaat over een familie die daar in Bosrijk zit, zeg maar. Die daar een weekendje weg zijn. En er zijn nu dus scènes waarin ze in het huisje verblijven. Ja, dankjewel. Oh, dat waren de bestjes van Luan. Dus morgen is het echt alleen maar op het parkje. En ik zag ook op het plattegrondje dat ons huisje zit tegenover het huisje waarin de scènes worden opgenomen. Dus voor ons is het heel erg makkelijk dat we gewoon alleen maar ons huisje uit hoeven lopen. En dan kan Lucilla alweer naar de set toe. Dus, maar dat gaat allemaal morgen gebeuren. Vandaag gaan we eerst zo lekker het huisje voor alles uitpakken. Alles een plekje geven en lekker avondeten maken. Want het is inmiddels al wel bijna tijd om het avondeten. Maar volgens mij is ook wat gebeurd. Zie je dat? Zie je daar allemaal zwaar lichten? Ik kom precies wat erin te zeggen. Kom half 6. Ja, als deze file een beetje doorgaat. Wacht. We zijn er bijna, zegt vader. Het eten staat om 6 zijn we er. En we zijn er! We zullen allemaal kijken. Daniel die gaat even de sleutel ophalen. Ik dacht dat hij jullie meenam, maar... Oh, ja, hier is hij. Na 2 uur rijden en een beetje file zijn we aangekomen bij een mooie Efteling. En ik ga ons Bosrijk sleuteltje weer ophalen van het huisje. Volgens mij hebben we hetzelfde nummer, 609 als het goed is. Herkennen jullie het hier nog? Ja, we zijn er weer. Zijn we er weer, hè? Ja. Hey, nou, papa heeft de sleutel even opgehaald. Want dan was je thuis en ben je opeens weer hier. Ja, zijn we wel heel vaak hier nou even. Hetzelfde huisje. We hebben gewoon weer hetzelfde huisje. Ja. Dat is grappig. Maar ik vind het wel fijn. Ja. Poes en Pips even daarin in gaan zitten. We rijden over het park. Nee! Zo. We rijden nou even het park. We gaan eens even kijken waar het huisje is, hè? Het is wel heel grappig dat we gewoon vorige week hier ook waren bij de Efteling. Voor ons is het best wel lang rijden eigenlijk. 2 uur. 2 uur rijden. En nu zijn we er weer. En we zijn ook nog eens in hetzelfde huisje. Weten jullie de weg nog hier, jongens? Ja. Ja? Moet ik links of rechts? Links, rechts. Rechtdoor. Rechtdoor en rechtdoor. Dan meteen linksaf. En dan weer linksaf, ja. Nee, daar, ja. We zijn, ja, we zijn... Nee, hier, nee. We rijden verkeerd, papa. Nee. We rijden verkeerd. Jawel, we rijden verkeerd. Nee. Je had daarin gemoeten. Nee, echt niet hoor. Jawel. Wel. Volgens mij rij je nou niet goed hoor. Moet je naar het landhuis. Nee. Oh, nee. Papa rijdt verkeerd, hè? Pap, papa rijdt verkeerd, jongens. Terug. De weg verhagen, nee, niet de weg. Daniel, niet doen. Nee? Nee. Pap, terug!
Je moet omdraaien dan. Nee, ik rij wel. Dan rij je rondjes hier. Nee, kijk, hier heb je zo het kasteel waar het land is. Ja, hier hebben we zo het kasteel. Oh, hier. Stella, hier is de visagie. Ja, hier was het make-up huisje, Sil, ja, waar je jouw visagie had. Dat is hier. 24, dat is hier ergens. Dat zijn deze kleinere huisjes, hier. Ja, hier, Stella. Hier, kijk dit poortje, daar gingen we toen doorheen. Zie je dat? Hier zit de holding morgen. Hier, hier gaan morgen de make-upjes weer op doen. Morgen word je daar weer omgetoverd tot Saar. Ja, Saar. Ja! Ja! Kijk, en daar is het kasteel weer. Wil je het nog zien? Oh, het wordt al schemerig. Het wordt al een beetje avond. Wat een metrijden. Maar volgens mij moet hier ergens het huisje zijn. Ze lijken natuurlijk allemaal op elkaar. Maar kijk, daarachter. Daar heb je het kasteel. Oh. Goed kijken, hè? 6, 0... 9 was het, hè? En dat is? Hier zijn we weer. Ja, morgen moet je daar zijn. Dat huisje daar, morgen. Dus dat is mooi handig. Kun je zo oversteken. Hoef je niet zo vroeg op te staan als vorige keer. Toen moesten we helemaal naar het park toe. We gaan eruit. Schoenen aan. Ik had mijn schoenen uitgedaan. Schoenen aan en weer alles in laden in het huisje. Papa die heeft de laatste tassen naar binnen getild. Ik ga eens even kijken. De kinderen alsof ze nooit zijn weg geweest. Zit hier. Hoi. Zit hier weer lekker voor de tv bij het Sprookjesbos gebeuren. Wat vinden jullie ervan? Leuk. Vinden jullie het fijn dat we hier zijn? Ja. Ja, gezellig hè. Nou, we hebben hier weer een gezellige tafel, de keuken. Gezellig hè, liefie. Ja, ik heb daar jullie speelkleedje weer neergelegd met een speeltas erin. Nou, daarboven zijn de slaapkamers. En ik was hier al bezig met de koelkast en het inpakken. Want we hebben natuurlijk straks boodschapjes gedaan. En ik was even alle spulletjes weer in de koelkast aan het zetten. Zoals yoghurtje, appelsapje. Hallo jongen. Hallo. Vind je het leuk dat we er zijn? Ja. Fijn. Ja, hè? Fijn hè? Poppetjes. Poppetjes voor ergens in de middag. Dat is wel handig dat Lucilla straks hier aan de overkant de filmset heeft. Ja, dat is handig. Als ze dan lekker naar huis wil om even wat te eten, dan ja, dan moet ze alleen maar een straatje over. Kun je gewoon over te steken. Jaar. Gezondheid, Lucie. Zo, lekker druivensapje hebben we mee. Ja? Maar ook mijn aardbeien shaken. Nee, ik heb niet jouw yoghurt mee. Ja, die we nog over hadden. Die heb ik wel meegenomen. De kaas, bouillonblokjes. En ontbijtkoek, dat hoeft niet in de koelkast. Ah, mam. Een appelsapje. Nee, mam. Hè? Kruidvat geweest. Ik ben bij de kruidvat geweest, ja. Wat zie jij? Nu al niet ziet aan de tandpasta dat ik bij de kruidvat ben geweest. Dat zei jij vanochtend, nou, hè? Nou, fijn, mam. Vanochtend zei Luan van, mam, je moet even langs de kruidvat, want er is de tandpasta op. Ja, die was op, ja. En ik heb badendas gekocht. Een badendas. In de sas met badendas. Ja. Heel goed, Luxie. Goed voor meehelpen, hè? Ondertussen de hele keuken ingeruimd. De meisjes zitten daar lekker voor de tv. En drie keer raden wat Luan aan het doen is. Ja, jullie zien het goed. Hij is weer met zijn knikkerbaan aan het spelen. Want die heeft mama meegenomen. Ja. Fijne jongen. Dat mama toch nog even snel in de auto gezet. Vindt het Luan vast leuk? Ja. Dat hij weer mooie creaties kan maken hier. Hè? Hoef jij in ieder geval niet te vervelen als Lucilla straks op de set is. Hè? Nee. Kun jij lekker met je knikkerbaan bouwen? Oh ja. Dat is een goed idee, hè? Ja. Nou, mama gaat de koffer nog even boven inpakken, uitpakken, inpakken, hoe je het ook maar wil zien. En dan gaan we maar daarna lekker beginnen met avondeten. We eten vanavond lekkere hutspot, wat ik straks heb gekocht in de supermarkt, hebben jullie gezien. Dus heb ik alvast eventjes deur uitgelegd, aardappeltjes met de hutspot. Maar ik ga eerst even de koffer uitpakken. Daar zit ik altijd een beetje tegenop, die grote klerenkoffer. Het is ook letterlijk een klerenkoffer, want hij is heel zwaar en heel groot. Kijk, hier staat hij. Ja, wil je mij vertellen? Zit je op de wc? Ja, met je telefoon zeker. Die kennen we allemaal. Oké, met de koffer. Kijk, dit is de grote klerenkoffer. Die we even naar boven gaan doen. Kijken of ik dat alleen kan. Vrouwenpower, zeggen ze dan. 1, 2. Oh. Oeh, dat is wel echt heel zwaar. Oeh, dat is wel heel zwaar hoor. Oh, wacht even. Hier heb ik toch even twee handen voor nodig. Ah. Oh. Ah. Ja, ik ben nu al bijna boven. Oh. Ja, mama is even naar boven. Dan moeten we dat toch zonder onze vader. Dankjewel, Jorommeke. Dankjewel, Jorommeke. Ik ben even de koffer aan het uitpakken en drie keer raden wat Lucie aan het doen is.
Die is weer in de koffer aan het spelen, Lucy. Zo, nou deze kleren nog even. Hier een plekje geven. Zo. Kijk, hier nog wat kleren. Broeken. Dat ligt ook in de kast. Hoppatee, kastje weer dicht. Nog maar de koffer opruimen. Hé, hey, ga je nou in de koffer dan? Nee. Ga je nou in de koffer spelen? Ja? Mama is klaar met de koffer uitpakken. Ga je mee naar beneden? Dan gaat mama lekker eten koken. Nee. Ja? Nee, ze wil in de koffer blijven. Oma! Gadverdamme. Oh, Daan? Beest! Ik heb een beest! Nee, Lucy, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, echt een hele vieze. En ik durf deze echt niet te pakken, Daniel. Ik meen het. Deze durf ik echt niet te pakken. Je moet even komen, anders is hij weg. En hij zit op de slaapkamer. Hij is echt... Kijk. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb nog nooit zo'n gek beest gezien. Een bosdorretje. Thor? Ja. Nou, een hele dikke vette. Oh, oké. Okay. Ja. Freedom. Is hij weg? Ja hoor. Een nou, dank u wel, vader. Tuurlijk. Zag je hem nu? Nee. Hele dikke vette Thor. Een hele grote, dikke, vette, ronde, grote Thor. Inmiddels heb ik het eten op het vuur staan. Dan moet ik zeggen dat deze pannen een beetje kleiner zijn als mijn pannen thuis. Dus de stamppot die paste niet helemaal in deze pan. Dus vandaar dat ik het overige nog even daarin in kook. Boter alvast eventjes erin en zometeen lekkere worstjes erbij. En ondertussen heeft Luan weer een grandioos mooie knikkerbaan gemaakt. En hij wordt volgens mij steeds langer. Hoe vaker hij die mee speelt, hoe langer die wordt. Sorry, het is hier een beetje donker. Daar hangt hier geen lamp of zo. Dus... Ja, ja, ja. Ja, ook papa die doet even lampen. Kijk, licht op de set. Laat het maar eens zien, Luan. Hoe gaat jouw baan? Ja, doe jij de bal er maar in, Luxie. Kijk, daar gaat hij. Daar, en dan gaat hij daar doorheen. En dan daar langs. Daardoor. En dan, tada! Als je danst, boem boem mee, geniet je.